Het is een opera, maar geen verhaal. We hebben helaas weinig hiervan verzonnen. Ik ontving een ansichtkaart uit Aleppo, geschreven door een goede vriend. Zijn naam is Ammar Hamami. Mijn naam is Moeder Amanda. Zijn naam is Horis. Zijn naam is Hamami. Haar naam is Leila. Wie is hier gek geworden? Haar naam is Zee. Maya. En die... En Hadidja en Sharma. Liefste, gisteren bezocht ik de markt. Kocht van alles niks, want alles is minder. Hoorde een explosie. We horen elke dag explosies. Onze aandacht niet waardig, zo normaal is het geworden. We krijgen elke dag de dood op bezoek. Die goede oude dood is een buurman geworden. Vergeet bijna te groeten. 10 minuten later zie ik in een winkel op de televisie een lokale zender vertellen dat mijn flat is getroffen. Ik snelde terug naar huis, want ik wil thuis zijn wanneer de dood op bezoek komt. Hem verwelkomen met onze gastvrijheid. Hem koffie, zwarte koffie aanbieden. Buiten staat mijn familie die stilletjes, om de dood niet ongunstig te stemmen, op zoek is naar mij. Maar mij vinden ze niet. Ik kijk naar ze en begrijp dat wat de oorlog met ons doet, zelfs de dood het schaamrood op de kaken brengt. De dood, die neemt je tenminste nog mee. Laat je niet meer los. De dood is een zekerheid. De oorlog is dat niet. De oorlog laat je tussen leven en dood zweven. Laat je nooit meer los. Begrijpt u wat ik bedoel? Begrijpt u wat ik bedoel? Je bent nooit helemaal levend, maar nooit helemaal dood. Mijn familie zocht mij en ze vonden me. Die avond aten we niks en het smaakte heerlijk.
وصال عمري 35 een vrouw وصال 35 jaar op een vreemde plek نازحين نزلاء في مكان غريب للمنزل لنا ولا هذا شارعنا لكنها بلدنا Dit is niet haar huis, niet haar straat, maar haar land. مسلح أريد منك أنوثتك لا قوة بالدنيا تمنعني Een gewapende man wil haar. لدي أسلحة قوية وسأفعل ما أريد. Niks kan hem stoppen. الذل والقهر والموت والأخذ بالقوة ولا باليد حيلة. متى الفرج القريب؟ حلم لا أظنه أنه يتحقق. زيدون wat zij willen. Dit is Naim Kessies. Hij is nu daar in Aleppo. Stuur me dit. Hey, piano te spelen thuis. Hij is nu in Aleppo. Hij schreef: Ik wacht op mijn beurt om te sterven in deze stad van de dood. Ken je me nog? Ik ben het, George. George Jordignan. Ach, je kent me wel. Vlak voor je vertrek spraken we over je aanstaande bezoek in de lente. Maar deze lente wil je niet zien. February 2 zal ik nooit meer vergeten. Ik zal je vertellen hoe het ging. Het is echt gebeurd. Erewoord. We hadden wiskunde op het AGBV, zo heet onze school, en leraar Hayek was slaapverwekkend saai les aan het geven. We vielen zo wat om van verveling. Wat een saaie gast. Suf, man. Echt suf. We wilden naar buiten. Weg uit dat bedompte suffe klaslokaal. Lekker naar buiten, chillen. Jona, die naast me zit en best wel irritant is, zei, hé, ga eens opzij, ik moet pissen. En stond op. Jona denkt altijd dat hij een grote vent is, maar deze keer voelde hij zich niet goed. De verveling zette weer in. Wat kan het toch saai zijn in de klas? Bam! De hele buurt. Mijn klas. Mijn bureau. En de schriftjes van Jona. Alles trilde. Zo klinkt de dag des oordeels, dacht ik. De dag des oordeels waar iedereen over praat, maar niemand iets van af weet. Zo klinkt het dus. De stilte kwam terug en Jona kwam heel geniepig naar binnen geslopen. We moesten lachen, want we dachten, zo, wat heeft die Jona staan bouten, zeg, dat het zo'n herrie gaf. Zeg, wat heb je gegeten, Jona? Bonen? Ik lachte me rot. Nog nooit eerder heb ik zo hard gelachen. Beloofd langs te komen. Ik heb gewacht en het netak. Ik heb je niet gezien. Verzin maar geen smoesjes of slappe excuses. Ik zal op je wachten en er is ten naak en hoop je te zien. Beste,
Vergeef me dat ik niet weet hoe ik je moet aanspreken. Ik zal je vertellen wat mij niet zo lang geleden overkwam op weg van mijn huis naar mijn werk. Ik werk in een fabriek in El Arqoum. Ik ben trots op mijn stad, trots op mijn land. Ja, ja, alles serieus. Dus ik liep naar huis en deed wat ik vaker doe. Ik stak door, een smal steegje in, zo vaak gedaan. Maar deze keer was anders. Van nergens vlogen de kogels me om de oren. Links en rechts kwamen ze. De smalle straat versmalde tot de grootte van een kogel. Vraag me niet hoe ik eruit gekomen ben. Vraag me hoe ik me voelde. Ik voelde mij tegen wil en dank metgezel van de dood worden. En toen ik uit die steeg kwam, besefte ik dat wat mij overkwam, iedereen in Aleppo overkomt. En dat jullie, die dit bericht lezen, heel blij moeten zijn op dit moment niet bij ons te zijn. Mogen God ons beschermen. Je hebt me beloofd langs te komen. Ik heb gewacht en is de netak. Er is een half jaar voorbij. Ik heb je niet gezien. Er is een half jaar voorbij en ik heb je niet gezien. Verzin maar geen smoesjes of slappe excuses. Ik zal op je wachten en er is de nak en hoop je te zien.
heb me nog nooit zo vredig gevoeld. Nu de vrede om me heen verdwenen en vergeten is. Het is vreemd. Het is vreemd hoe deze tijd de stad kan omploegen in chaos. Maar ook de mensen de kans geeft hun harten te veranderen. En opnieuw te beginnen. Ik heb nog nooit zo sterk verlangd naar het leven en naar schoonheid. Nu de dood op onze deur klopt. Maar hey, we maken niet open hoor. Don't look to
vind het moeilijk deze ansichtkaart te schrijven. Wat ik te vertellen heb, past alleen op mijn lichaam, waar het zwijgt en zwaar is. October 9 was mijn eerste dag op de universiteit. Die dag zal ik nooit meer vergeten. Ik heb nieuwe vrienden ontmoet en had ontzettend veel plezier. Op 7 november 2011 om 11:30 ochtends stierf mijn grootmoeder. Ze was een sinaasappel aan het eten en een klein verhaal aan het vertellen over haar jeugd. Deze ansichtkaart lijkt op de kaart van mijn land, waar iedereen een schaduw van zichzelf is geworden en de toekomst net zo ver weg is als de maan. Het enige wat ons rest is dromen van lege ansichtkaarten. Je hebt me beloofd langs te komen. Ik heb gewacht en is ten netak. Tot je kwam en je onze twee kindjes meenam. En weer verdween. De oorlog is sindsdien een bijzaak. Op een aantal weduwen na ben ik nu de eenzaamste persoon van Aleppo. Ik weet niet wat ik moet doen. Beetje huilen? Beetje bedroefd zijn? Of een beetje doodgaan? Ik wil niet zeuren, zo ben ik niet opgevoed. Niet zeuren over deze oorlog. Mijn ex-man, de kinderen die ik mis, die mij missen. En mijn huis, waar niks meer van over is. En ik kan er helemaal niks aan doen. Stop. Zouden we in plaats van deze ansichtkaarten te sturen naar u toe kunnen komen, dan zouden we dat absoluut doen. We zouden vliegen. Niet nadat we Aleppo dag tot ziens hebben omhelst. Aleppo! Onze opa. Opa Aleppo. Aleppo. Oh Aleppo. Oh Aleppo. Om een lange, rustige reis te maken door de wolken heen. Waarna we neerstrijken in uw schoot. Daar waar een kaart ligt, die eenmaal gelezen, met de juiste dosis sentiment wordt weggelegd op een plek waar hem nog wel kan zien.
maar alleen de voorkant. Niet de achterkant. Het beeld, niet het verhaal. De groeten, niet het afscheid. De droom, niet het ontwaken. Het leven, niet de dood. Het leven, niet de dood. Dat we toch maar zitten te wachten op nieuwe aanzichtkaarten, die we met nieuwe feitjes en weetjes over onze dagen kunnen besmeuren, hebben we de dood ook maar een wijsje geleerd. Een wijsje dat klinkt als... Boom. 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 Het enige dat we verzoeken zijn de portokosten voor uw rekening te nemen. Meer hoeft u echt niet te doen hoor. علينا
جبريل الحبيب.